Oh. Hallo? Ben jij een beetje zen, Lieselotte? Er komen ineens twee meiden aan de deur. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar... Ik zie er heel zen uit, volgens mij. Hey, Pup. Hey. Hey, wij zijn Anna en Puk van Kook TV. De Kook Fris Chicks. Ja, zoals je ziet staat de dag vandaag in het teken van de ontspanning. Ontspanning? Ja, want wij zijn heel erg... Ik ben keizen. Ja, echt hoor. Ja, vandaag gaan we weer iemand verrassen, namelijk Lieselot. En Lieselot heeft ontzettend veel schoolstress. Dus wij gaan haar even een potje laten ontspannen. Is dat een beetje mijn... Ja, dankjewel. Ja, en er zijn al een heleboel tentamens geweest. Dus kan je je voorstellen dat dat een hele hoop stress met zich meebrengt. Maar wie is Lieselot nou eigenlijk? Nou, Lieselot is 16 jaar, komt uit Rosmalen, is gek op moderne dans en super sportief. Ja, dus kunnen Lieselot en ik net zo zen worden in één dag als Anne? Nul tot zen. Hey, genoeg ouwe hoor. Volgens mij zit ze in de auto, want ze komt eraan. Ja. Laten wij gauw onze witte pakken. Ja, die witte auto. Okay. En dan gaan we er even gassen. Oké, okay, zijn we goed. Zijn we goed. Ze moet al lachen. Wat is dit? Oh, hallo! Ben jij Lieselotte? Ja. Ja? Oh, wat hallo. Goed. Ben jij een beetje zen, Lieselotte? Nou, nee. Nu niet meer. Snap ik. Ik weet van die mafke is het weer. Heb je ook een beetje stress? Ja. Ja, we hebben al zoiets vernomen. Nou, er komen ineens twee meiden aan de deur. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar... Nou, wij zijn Anne en Puk van de Kook Fris Chicks van Kook TV. Oké. Dat is op YouTube. Ik weet niet of je dat kent. Ja, dat ken ik wel. Ja? Nou, leuk. Nou, wij komen jou eigenlijk een dagje stelen. Want wij hebben van jouw lieftallige vader daar in de auto hallo. Vernomen dat jij best wel druk hebt met tentamens en alles. Ze kijkt heel boos naar haar vader nu. Ja. Heb je enig idee wat we gaan doen vandaag? Nou, kijk eens even naar mijn broekie. Kijk eens even naar mijn broekie. Je mag het dit keer niet binnen één minuut verklappen. Oké, oké, oké. Maar wij hebben dus gehoord dat jij door school en je tentamens een beetje stress hebt. Ja? Ja dus ja. Je kan wel wat ontspanning gebruiken. Ja, zeker. Nou, wij in ieder geval wel. Heel erg, toch Puk? Dus wij hebben een hele toffe dag voor jou voorbereid. We gaan 4 activiteiten doen. In de hoop dat jij aan het einde van de dag kan zeggen, wat ben ik een partij zen. Ja, we gaan hopelijk van 0 tot zen. Oké, zullen we dan gaan naar de eerste activiteit? Ja, laten we dat gewoon maar nog gemaakt. Oké, mogen we hem meenemen de hele dag? Ja, je mag hem meenemen inderdaad. Oké, ja, let's go to the zenning place. Dank je, doei doei. Locatie nummer 1. Hi. Wij zijn de Kook Fris Chicks. Wij dachten, wij gaan Lieselot even een heerlijk zen-dagje geven. Heb je al een idee of niet? Iets met yoga, gok ik. Ze heeft echt die chakras nu al gevonden. Die geeft dat allemaal zo door. Bungee yoga. Bungee yoga. Nou, je gaat in een soort klimgordel aan een bungee elastiek. En die elastiek die gaat je helpen in heel veel houdingen. Waardoor je ineens heel makkelijk van de hond hop naar voren kan springen bijvoorbeeld. Oh, cool. De dresscode is gewoon een legging. Nou, heb ik voor jou een legging meegenomen? Hoe vind je dat? Voor jou niet? Laten we gaan. Ja, dit mogen jullie natuurlijk niet filmen. Daar zijn we. Zo, wat een mooie zaal. We gaan eerst de lucht in. Even alles eruit springen. Okay. En dan gaan we lekker landen en zen worden. Heb je er zin in? Ja, ik vind het echt heel cool. Ik ben er klaar voor. Ja, dus hoe zen zijn wij op de schaal van 1 tot zen? 4. Ja, dat is 6. Nou, ik zit op een matige 2. Maar dat is dan gemiddeld een 4, dus dat vind ik top. Ja. Hoe gaat het? Ben je een beetje zen al? Ja, ik ben redelijk zen. Oké, okay, fijn. Nou, de Mission Impossible is eigenlijk gewoon een backbend. Je gaat in een plankje op de grond. Dus vanuit hier ga je je borst liften, alleen maar draaien. Ja. Yeah. En op, 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 op. Oh, oh mooi. Wow! Helemaal mijn sport dit. Prima. Jongens? Ja, was echt super. Hallo, jongens. Ja. Hey. Moet je echt nog een keer doen. Jongens, ik zit nog vast, hè? Jongens, dit is niet leuk. Zo, nou.
Weer met beide voeten op de grond. Hoe vond je het, Lieslotte? Ja. Ik vond het echt superleuk. Ik vond het echt heel vet. Ja? Ja. Ik was rustgevend. Ja? Ik wel rustgevend. Ja, geworden. Ja, echt... En wat vond je nou het leukste eraan? Ja, die Mission Impossible, denk ik. Ja? Ben je net een filmster, hè? Ja, ik voel me echt net Spider-Man. Ja. Ik was gaat goed dit. Ja. Hey, dus van 0 tot 10, wat geef je voor cijfer? Een 6. Nou, dat is best wel zen. Ja, nou, dat is al 2 hoger dan dat je was. Ja. Maar een 6 is nog geen 10, oftewel zen. Dus we hebben nog meer activiteiten op de planning. Ja. Ik zeg, laten we gaan naar activiteit nummer 2. En nu lopen we het uit. Nou jongens, locatie nummer 2 zijn we. We zijn gearriveerd. En we gaan iets heel erg leuks doen. Weet je het al? Nee. Nee, geen idee. Oké, laten we maar gewoon naar binnen gaan. Let's go. Oeh, hallo. Het staat meteen al rust uit. Hallo. Ja. Hoi, welkom bij Aerial Yoga Nederland. Stiekem zei je net buiten de camera om, zei je, oh, met die doek vind ik altijd super mooi, toch? Ja, ik vind dat echt heel mooi. En van 0 tot zen, hoe zen is het, denk je? Geef het een 8. 8? Nou. Ja, dit is net, weet je, de combinatie van het speelse en het luchtige en het lekker zweven en dan aan het eind naar de ontspanning toe. Ik ben nu wel heel erg benieuwd. Ja. Ik ga het proberen. Ik vind het echt leuk. Ik heb er wel zin in. Goed zo. Nou, dan gaan we lekker beginnen. Doe je schoenen uit. Gewoon vastpakken. Ja, oké. Ja. Enkel erin. Kijken of je je been kan... Ik zie er heel zen uit, volgens mij. Ja, heerlijk. Oh, nou, dat was hem dan, aerial yoga. Van 0 tot 10, hoe voel je je nu? Ja, die is wel omhoog. Ja? Dan een mooie dikke 7. Zo. Oh, ja, netjes. Dat gaat hartstikke goed. Nee, maar ja, we hebben natuurlijk vanochtend de bungee yoga gedaan. En nu de aerial yoga. Wat ligt je meer? Ik denk wel de bungee yoga, maar dat is meer omdat je dan bewegelijker bent. Omdat je dan meer aan het doen bent. En in ieder geval ik gewoon in slaap, wat ik ook heel lekker vind. Lekker rustig. Het leek echt alsof ik aan het vliegen was. Maar we hebben nog veel meer in petto. Dus we gaan naar locatie nummer 3. Denk snel na voor de heerlijke rustgevende les. Nou, succes met de volgende activiteit. Dankjewel. En tot ziens. Tot ziens. Ja. Wij zijn gearriveerd bij locatie nummer 3. Oké, let's go outside the car. Wat we dus gaan doen, lieve Lieselotte, wij gaan yoga doen op een sup. Wat leuk. We hebben bungee yoga gehad, aerial yoga gehad en nu gaan we sup yoga doen. Yes. Joehoe! Hallo! Hallootjes! Hi. Van harte wel. Hi! Lieselot, hoi! En Lieselot wil graag zenborden bij jou. Kan dat? Ben je al het goede adres? Ja? We nemen een aantal paddleboards mee. We gaan lekker zo meteen sub-yoga doen. Net zoals bij gewone yoga. Je hoeft niet zwaar te maken vandaag. Ja, dat klinkt top. Okay. Dat is top. Dat klinkt zen. Wat heerlijk. Oké. Okay. Yes! We doen een aantal houdingen en traditioneel gezien beoefenen we yoga-houdingen om het lichaam sterker te maken, zodat je langer kunt mediteren. Maar op het moment dat je iets lastig vindt in yoga, omdat bijvoorbeeld een houding wat oncomfortabel is, dan mag dat gewoon zo zijn. Adem diep in door de neus en helemaal uit door de mond. Namaste, ik ben helemaal zen geworden. Jullie ook? Ja, ik ben ook nog nooit zo rustig geweest. Echt, hè? Ja. Hey, hoe vond jij het? Ja, lekker rustig. En lekker in de natuur natuurlijk. Ja, zeker. Ook fijn. Een mooie plek. En dan van 0 tot zen, welk cijfer zou jij deze activiteit geven? Ja, ik denk een 8. Dus er is nog wel wat te verhalen. Ja. Maar we gaan wel omhoog. Dan hebben we nog 1 activiteit te gaan. Dus dan moeten we toch proberen die 10 aan te tikken, Ans. Ja, zullen we er naartoe gaan? Ja, we gaan heel snel. 3, 2, 1. Zo, we zijn er. Ja, op locatie nummer 4. 4. En dit is jouw verrassing. Helemaal zen in een straat in Haarlem. Ja. Ja. Ik snap... Miauw. 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 Wij gaan naar het kattencafé. Dus wij gaan net zo relaxed worden als katten. Ach, kijk nou, zoveel katten. Kom hier. Hi.
Maurie. Hallo. Oké, voor het catfulness moeten we dus daar naartoe. Dit is Lieselot. Ja. En die wil heel graag meer zen worden. We hebben al een aantal activiteiten vandaag gehad, maar ze is er nog niet helemaal. Nog niet helemaal? Nee. Dat is een hele goeie, want hier ben je bij catfulness. Oh. En het is een hele bijzondere combinatie, zeg maar. Er liggen matjes klaar, er liggen meditatiekussentjes. Maar er liggen ook katten. Zoals je ziet, er worden hier goede voorbeelden gegeven. Want de katten, die weten precies hoe je eigenlijk zen kan zijn. Ja, dat is spannend. Ja. Nou, als jullie alvast gaan beginnen, wij kijken soms even om het hoekje. Ja. Gaan wij even een leuk kattenspelletje spelen? Ja. Oké. Okay. 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 Succes. Miauw. Miauw. Even die aandacht op de adem. Als je hem wat breder kunt maken. En op de achtergrond hoor je dat er nog wat katten ook nog wat aan het uitleven zijn. Lieselot en Christel die zijn nog even daar bezig met de catfulness. Ja, ik zeg dus altijd, als ik een dier mocht zijn, dan zou ik ook echt sowieso een kat willen zijn. Ja? Ja, die slapen heel de dag. En ze zijn zo rustig. Ik word ook echt wel heel zen van dit cafeetje. Kijk nou, zit hier naast mij. Oh. Hallo, lieve schat. Hey, lekker katje. Hey, lieverd, kom maar lekker bij. Pas niet op, niet op de kat gaan zitten. Kom maar hiervoor. Deze jullie was het? Ja, ik vond zen. Ja? Was het fijn? Het was fijn, maar het was wel even wat anders met katten om je heen, hoor. Ja, en één op één, dat is ook fijn, hè? Ja. Even geen fris chicks om je even heen. Even die schreeuwlelijke naast. Nee, precies. Ja, dat vond ik echt leuk. Leuk, je ziet er ook helemaal zen uit, vind ik. Nou, gaan we nu de vraag stellen. Van 0 tot zen, hoe zen ben jij? Ik ben zen. Echt? Hoe zen? Gewoon echt? Zen. Nou, je meent het, hè? Ik meen dit, ja, tuurlijk, ja. Oh, wat goed. Ik vandaag 3 keer yoga. Ja, catfulness. Alles bij elkaar, hè? Kan niet anders, dat ook helemaal zeggen. Zullen we dit gewoon 1 keer per maand met z'n drietjes gaan doen? Gaan we gewoon lekker met z'n drietjes lekker een zendagje doen? Echt, we hebben zo'n leuke dag met jou gehad. Ja, ik ook echt met jullie. Nou, echt, nee, maar echt. Ja, het was echt gezellig. Ja. En je bent zen, wat wil je nog meer? Toch? Kat op je schoot. Nou, dat hebben we ook. En als jullie dit een leuke video vonden, laat het even weten in de comments. Liken, delen, sharen, dat is hetzelfde. Bel aan, je kent het wel. Ja, en als je nou nog een wens hebt voor iemand anders, voor jezelf, voor je moeder, vader, kat, cavia, maakt niet uit. Laat het ons weten en dan volgende keer staan wij bij jou op de stoep. Wij gaan lekker even door thee leuten met onze kattensoortthee. En wij hopen jou volgende keer weer te zien. Ja, mi ciao. Mi ciao. Tot kater. Leuk. Leuke grap, hè?